Goedendag, kijk naar de weersvracht van weerblazen.nl. In het noordoosten waren vanmiddag nog stapelwolken, maar de zon liet zich ook van tijd tot tijd zien. In de rest van het land scheen de zon volop. Daardoor kon de temperatuur oplopen tot bijna 25 graden. Ook vanavond is het nog zonnig in het land, stapelwolken lossen ook op en dan is het 18 tot 22 graden, er staat weinig wind. Komende nacht komt er wat meer bewolking, het zijn vooral hoge wolkenvelden, er valt geen regen uit. Het wordt ook geen koude nacht, met minimaal tussen de 10 en de 15 graden. Morgenochtend trekken de sluierwolken via het noorden weg en vanuit het zuiden wordt het dan snel zonnig. Vooral morgenmiddag is het fraai weer met weinig wind en temperaturen van 24 op de wadden tot 28 of 29 in het midden en zuiden van het land. Op de stranden gaat morgenmiddag een westelijk windje waaien en die blaast de warme lucht overal weer weg zodat het zondag 20 tot 23 graden wordt. Er vallen dan enkele buien vooral om de avond en ochtend. Ook maandag en dinsdag verwachten we buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.